Het blijft spannend: blijft Eva Jinek bij RTL 4 of kiest ze toch voor een overstap naar de publieke omroep? Volgens Rob Gosens, deskundige bij RTL Boulevard, voelt de presentatrice zich niet zo comfortabel bij de commerciële zender. Maar één ding is zeker: het gat tussen 1,2 miljoen euro per jaar bij RTL en 2 ton bij de NPO is groot. Heel groot! Dennis Janssen, de gerenommeerde mediajournalist van het AD, heeft nu gehoord dat Eva een kortere werkweek zou eisen bij RTL. Ja, ik hoorde dat er inderdaad gesproken wordt over vier dagen in de week. Dus dat zij maandag tot en met donderdag zou willen. In ieder geval dat zij een wat langer weekend heeft, zegt hij in de AD Media Podcast. Eva doet momenteel meerdere seizoenen per jaar, maar dat zou ze aan één willen reigen. Dan heeft ze ook een lang vakantieblok. Ze zou het een langere periode zou willen. Dus niet twee of drie maanden of vier, maar gewoon vijf, zes, zeven maanden. Ja, we weten dat RTL haar wil houden en ik heb de indruk dat zij ook wel bij RTL wil blijven. Het zou goed zijn als Eva langere periodes draait op RTL 4, denkt Dennis. Ik zou het wel een goede zaak vinden, want dan is het wat langer een vast gezicht. Collega Angela de Jong, ja, dat ben ik met je eens. Dan kun je tenminste een band opbouwen met iemand. En presentator Manuel Venderbos, anders ben je net gewend en dan zit Bo daar weer. Angela vraagt zich af of de NPO nog wel een optie is voor Eva. Nou ja, de snelle overstap naar de NPO zit er niet in, want Kalit-Sofie is besteld voor de eerste periode volgend jaar. De eerste 18 weken van 2024. Ze vervolgt: Ik zie Eva Jinek niet naar de late avond van NPO 1 gaan, maar het zeven uur tijdslot wel. Maar daar staat tot mei Kalit-Sofie gepland, dus als ze naar de publiek omroep gaat en ze zou naar zeven uur s avonds gaan, dan is ze een jaar niet op televisie.